altviool. Dat is wel heel bijzonder, want dit is een instrument uit ongeveer 1710, 1720, ze weten niet helemaal precies de leeftijd. Gebouwd door Pieter Rombouts uit Amsterdam. De instrument is besnaard met darmsnaren. En zoals alle strijkinstrumenten van Anima. En want daardoor, het doel van Anima is om dat de compositie gespeeld wordt zoals we denken. Ik bedoel, we hebben natuurlijk geen opnames uit 1700, maar zoals we denken, zoals het toen gespeeld wordt. Dus je kan alleen maar teruggaan naar het instrumentarium wat er toen gebruikt is. En zeker het soort snaren. En die darmsnaren, dat is schapendarm of koeiendarm, maar meestal schapendarm. En die waren natuurlijk toen voorhanden. En het leuke van het verschil, echt het duidelijke verschil met darmsnaren en wat tegenwoordig in moderne orkesten gebruikt wordt, zijn kunststofsnaren omwikkeld met zilver. Want het leuke van darmsnaren is dat als je erop strijkt, dat je, als je echt gewoon mooi langzaam strijkt, dan krijg je veel meer boventonen. Want een toon, geluid, bestaat bij de gratie van boventonen. Dus, en bij darmsnaren zijn die boventonen heel sterk. En als je een soort snaar hebt, dan elke snaar heeft bij wijze van spreken een andere belangrijke boventoon. Dus je hebt de octaat. En sommige snaren hebben toevallig één toon die net iets harder of luider of belangrijker is dan de andere toon. Als je met een orkest met al die darmsnaren samenspeelt en die klanken, dan als het heel zuiver is, dan gaat het gewoon veel meer trillen. Dan is de resonantie is dan veel groter en iedereen voelt dat dan ook in zijn lijf. Wat ik bij Anima het meeste opviel en wat mijn moment van boventonen was, zeg maar, dat was, we speelden de Bolero van Ravel. En daar heb je zo'n strijkers. En Ravel heeft dat geschreven met kwarten en kwinten. Dat zijn dan de intervallen met de zuivere, zoals dat dan heet, boventonen. En als je dat met vibrato speelt, wat de meeste orkesten, de meeste moderne orkesten doen, dan krijg je inderdaad de melodie. Maar met Anima was het echt, je hoorde zonder vibrato, hoor je van, dan hoorde je de kleuren veel meer. Dan wist je precies wat Ravel ermee bedoelde. Dat was voor mij zo'n eye-opener, dat was echt geweldig. Want dan hoor je een melodie die bestaat uit die boventonen en niet uit de bovenste reeks van het akkoord. Dat was voor mij heel erg mooi.